Nou, goedemorgen. Heel erg vroeg. Het is vrijdag de 23ste. Nee, de 24ste. En ik heb maar 2 uur geslapen, maar ik voel me supergoed. Dit is vandaag de 9e dag van het vasten. Ik drink alleen maar water om te testen wat het met me doet. En ik ben eigenlijk een beetje verbaasd. Want het gaat onwijs lekker. Ik heb op dag 7, dus niet gisteren, maar eergisteren, had ik even trek. Het was heel warm buiten. Ik voelde het een beetje knagen. Ik had wat minder energie dan normaal. Ik heb heel veel water gedronken. En ik heb niet het gevoel gehad, ik moet nu iets eten. Maar gewoon eigenlijk het gevoel van, nou, ik heb een beetje trek. Daar ben ik overheen gekomen. En gisteren was echt een topdag. Ik had zo'n leuke dag. Ik voelde me helemaal super sharp. Soms zelfs op sommige punten dat ik een beetje moe werd van mezelf. Omdat ik had het idee dat het zo hard ging in mijn hoofd. Alles verbond. En nou ja, ik merk dat die brain fog, als je die al hebt, die raakt helemaal weg. Ik had gisteravond ook een hele leuke avond met heel veel vriendinnen. En daar werd gegeten, er was een buffet, er was fantastisch eten, het zag er geweldig uit. Iedereen was lekker aan het eten en niet om stoer te doen, maar het deed me eigenlijk helemaal niks. Dus ik heb niet het gevoel gehad, oh nou wil ik ook, juist omdat ik me zo lekker voel. Ik heb hier altijd last van mijn darmen. Ik ben Marjan 52. En mijn leven lang ben ik een rommelige darmpatiënt. Dat geluid rommelig, dat hoort echt bij rommelige darmen bij mij. En ik merk dat die gewoon ook helemaal rustig zijn. En dat is zo'n fijn gevoel. Ik ging ook naar bed. Ik voelde me heel lekker. Ik voelde me helemaal blij en vrolijk en klaar om te gaan slapen. Maar ik moet jullie heel eerlijk zeggen, na 4,5 uur werd ik dus klaar wakker. Wakker? En nu is het ook heel erg vroeg en ik dacht, ik ga het nu doen, want ik heb vandaag weer een ontzettend leuke volle dag. En morgen overmorgen ook. Vandaag is dus dag 9. Ik ga zelf op cursus. Normaal gesproken geef ik zelf trainingen, maar ik ga daar naartoe met een van mijn meest geliefde vriendinnen. En ik ga allerlei dingen leren en ik hoop dat jullie daar het resultaat ook van terug gaan zien. Maar vooralsnog, het watervasten, het bevalt me goed. Ik wou nog wel even zeggen, watervasten is niet iets om zomaar even uit te proberen. Ik heb me echt heel erg goed voorbereid. En de manier waarop ik hiervoor at, is een manier waardoor ik er misschien ook makkelijker in kom dan als je gewoon 3 keer of 5 keer of 6 keer op een dag eet. Als je nog suikers eet, als je nog plantaardige oliën eet, als je nog veel zoutige dingen eet, als je eigenlijk veel dingen eet waar een barcode op staat, kun je niet dit zoals ik in 1 keer doen. Dat gaat niet. Dan krijg je als het ware een soort ontwenningsverschijnselen, hoofdpijn. Word je, ze noemen dat hangry. Word je boos en hongerig. En dat is voor niemand goed. Ik at al in een klein tijdsvlak per dag. En voornamelijk natuurlijk. Dus niet vegan, maar voornamelijk natuurlijk. Dus zo min mogelijk zaken waar een barcode op stond. Ik at het wel eens, maar niet vaak. Dus in mijn geval was het omschakelen naar het alleen maar water drinken en niet meer eten van 1 maaltijd per dag met al veel water drinken en veel sporten is iets anders dan van 3 na alleen water. Dus dat vind ik wel belangrijk om even te vermelden. Ik doe dit ook niet om iedereen te enthousiasmeren om dit te doen. Ik wil het gewoon zelf ervaren. Ik heb ook heel eerlijk gezegd, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. En dan begin ik langzaamaan met eten. Maar dan wil ik wel ook even zelf ervaren wat gaat goed als je weer begint te eten en wat niet. Ik moet er nu eigenlijk helemaal nog niet aan denken. Ja, ik heb de hele tijd dorst, dus dat zal wel goed nieuws zijn. Maar vooralsnog gaat het dus lekker. Dus ik ga gewoon nog even door. Het is dag 9 en de dag is nog jong. En ik zeg, ik hoop dat het zo blijft gaan. Ik moet zo wennen aan die filmpjes. Jeez.